NOS 8 uur journaal. Gerard Arninkhof. Nobelprijs voor twee Nederlandse natuurkundigen. Militaire staatsgreep in Pakistan. Een protest van Joep van het Hek. Geen oudejaarsconferentie. Goedenavond. Het maatschappelijk nut van een theorie is nul. Dat zei professor Martinus Veldman direct nadat hij had gehoord dat hij voor diezelfde theorie de Nobelprijs voor natuurkunde had gekregen. Minder luchthartig zijn zijn andere natuurkundige collega's, want die zeggen dat de ontwikkelde theorie wel degelijk toonaangevend is. Veldman krijgt de prijs samen met zijn vroegere student en latere collega Gerard het Hooft. Ze bevinden zich daarmee in het illustere gezelschap van Nederlandse Nobelprijswinnaars, als de natuurkundige Lorenz en Kamerling Onnes en de econoom Tinbergen. En 4 jaar geleden de scheikundige Kroetsen. Bijna 30 jaar geleden formuleerden Veldman en het Hooft hun theorie. En vanmorgen werd in Stockholm bekendgemaakt dat hen de hoogste wetenschappelijke eer te beurt viel. The Royal Swedish Academy of Sciences has awarded the 1999 Nobel Prize in Physics jointly to Professor Gerardus Toft, University of Utrecht, the Netherlands, and Professor Emeritus Martinus G.J. Veldman Bilthoven, the Netherlands, for elucidating the quantum structure of electroweak interactions in physics. Veldman en het Hooft krijgen de prijs voor een theorie waarmee kan worden berekend hoe binnen de kwantummechanica elementaire deeltjes kleiner dan een atoom op elkaar reageren. Op de eerste plaats is het natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Zelfs de mensen in het vak blijven er altijd mee worstelen. En dit is een verlengstuk erop. Het is relativistische kwantummechanica met nog een complicatie erbovenop. Algemeen zijn de Nederlandse collega's van Veldman en het Hooft het erover eens. Ze hebben de prijs dik verdiend. Ze noemen hun werk van zo'n grote betekenis dat deze prijs wel moest komen, vroeg of laat. Lang zal u leven, lang zal u leven. De inmiddels gepensioneerde hoogleraar Veldman was thuis in Bilthoven toen hij hoorde dat hij de Nobelprijs gewonnen had. Het is natuurlijk toch wel iets anders, het is wel iets bijzonders. Ja. U had hier nooit gezeten anders, ja. Vindt u het leuk? Tuurlijk vind ik dat leuk. Ja. Dus, het is een erkenning van werk wat je gedaan hebt. En als zodanig, je zou wel een raar mens zijn als je dat niet leuk vond. Veldman en het Hooft krijgen de prijs voor een al in de jaren 70 ontwikkelde theorie. En die is nog steeds toonaangevend voor inzichten in de interactie van elementaire deeltjes binnen de kwantummechanica. Wat wij gedaan hebben is dat vak een uitbreiding gegeven. En we hebben zeg maar een nieuw hoofdstuk aan de wiskundekant van dat vak geschreven. Ja? En toen dat 1 keer gebeurd was, toen konden we opeens een heleboel meer berekenen. En allerlei inzichten veranderden en we wisten opeens veel meer hoe de deeltjes werkten. Wereldwijd werd het belang van de nieuwe theorie onmiddellijk onderschreven. Maar de Nobelprijs, voor Veldman vooral dé grote prijs van de vakjury, liet bijna 30 jaar op zich wachten. Veldman wijt het ook een beetje aan zichzelf. Maar het is natuurlijk een menselijke onderneming. Hoe krijgt iemand een Nobelprijs? Ik heb mensen de Nobelprijs zien krijgen die dat werkelijk voor een groot gedeelte te danken hadden aan hun bekwaamheid in public relations. Binnen het vak, daar ben ik zelf altijd buitengewoon slecht in geweest. En de andere onderscheiden natuurkundige, professor Gerard het Hooft, is op dit moment in de universiteitsstad Bologna in Italië. Hij is daar om met zijn Italiaanse vakgenoten van gedachten te wisselen over zijn theorie. En correspondent Mark Leijendekker sprak vanavond met hem. Ik was hier in Bologna bezig met een groep experimenteel fysici om over hun werk te praten en ook een beetje over de theorie die daar aan de grondslag ligt. En ik was net bezig met een kleine voordracht over mijn eigen werk en over de sterke interactietheorie waar men hier voornamelijk mee te maken heeft en waar men over experimenten aan het ontwerpen is. En tijdens die voordrachten begon het te roezemoezen in de zaal omdat er kennelijk iets aan de hand was. Maar ze hebben mij netjes uit laten praten en toen dus bekendgemaakt wat er voor nieuws bekend was geworden. Had u er wel eens van gedroomd, van een Nobelprijs? Ja, natuurlijk, het was een soort van ideaal. Het is de hoogste onderscheiding die je
in de wetenschap kunt krijgen. Dus ja, zeker, dat is, dit is iets heel moois wat er nu gebeurd is. Die theorie is 30 jaar oud, maar hoe komt het dan dat u nu daarvoor een prijs heeft gekregen? Ja, dat moet je eigenlijk aan de mensen in Stockholm vragen. Want wij vonden natuurlijk ook wel, toen die theorie pas uitkwam, dat er toch, dat er toch een hele belangrijke bijdrage geleverd was. En dat het tot essentiële nieuwe inzichten had geleid in de natuurkunde. Pas nu wordt dat bekroond, zeg maar. Ik denk wel dat het iets te maken heeft met het feit dat er nu tegenwoordig experimenten worden gedaan en waarnemingen worden verricht aan deeltjes bij hele hoge energie, waaruit blijkt hoe buitengewoon nauwkeurig de theorie werkt. Aanstaande vrijdag wordt in Oslo de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. Een van de genomineerden voor die prijs is ook een Nederlander, namelijk oud-minister Max van der Stoel, vanwege zijn verdiensten voor de mensenrechten. In Pakistan heeft het leger de democratisch gekozen regering van premier Sharif afgezet en de macht overgenomen. Met de staatsgreep komt er een abrupt einde aan de 12 jaar durende periode van democratie in Pakistan. Het leger heeft tal van overheidsgebouwen bezet en in een buitenwijk van de hoofdstad Islamabad zijn schoten gehoord. Het plotselinge militaire machtsvertoon komt vlak nadat premier Sharif zijn legerleider, generaal Musharraf, heeft ontslagen. Het ontslag van Musharraf werd vanmiddag bekendgemaakt op de Pakistanse staatstelevisie. Maar kort na het bericht drongen militairen het tv-gebouw binnen en werd de uitzending afgebroken. Inmiddels zijn de uitzendingen hervat, maar met onder in beeld de mededeling dat het kabinet van premier Sharif is afgezet. En dat de afgezette legerleider Musharraf binnenkort de natie zal toespreken. De Pakistanse ambassadeur in Washington weet niet precies wat er gaande is in zijn land. Coup or not coup, I don't know. As far as we are concerned, we are just waiting for clear instruction from Islamabad. Eerder vandaag heeft het leger in alle grote steden strategische posities ingenomen. In de hoofdstad zijn het internationale vliegveld en verschillende overheidsgebouwen omsingeld